Denk je dat jouw ploeg geleerd heeft van de wedstrijd tegen Sparta Nijkerk? Waar je misschien denkt, nou, gelukkig een amateur, maar het ging best stroef. Ja, het gaat altijd stroef tegen amateurs. Soms onbewust, maar je hebt toen ook die ronde gezien. Waarvan ik dacht, nou oké, wij zijn niet de enige. Maar dat zijn minder leuke wedstrijden om naar te kijken. Ook als trainer, omdat je verwacht. Ten eerste verwacht je inderdaad de tegenstander die wedstrijd van het jaar speelt. En wil gaan stunten. Maar je verwacht ook wel dat wij geconcentreerd blijven. Dan moet je niet zoveel kansen weggeven als bijvoorbeeld, we hebben daar meer kansen tegen weggegeven dan tegen Excelsior. Ja, dat moet niet gebeuren. Dus daar kijk ik ook weer naar, van ja, toch wel scherp blijven in zo'n wedstrijd. Want anders, je wil er niet uitvliegen, klaar. Hoe groot is het voordeel dat zij geen ritme hebben, althans minder ritme hebben? Ja, dat weet ik niet. Zij kunnen natuurlijk wel zorgen dat ze een fitte ploeg kunnen krijgen door middel van de rust die ze hebben, de trainingen die ze doen. Er is geen competitie. Dus dat kan wel. Ze kunnen zich volledig richten op deze wedstrijd. En ja, god, wij spelen kort op elkaar. Nou, wij zijn de professionals, maar wij moeten gewoon zorgen dat we, als je dan over de beker hebt, dat we natuurlijk een ronde verder komen. En heb je ze voor al die coronamaatregelen nog live kunnen zien? We proberen natuurlijk wel, ja, dat wel. We hebben ze één keer gezien. Maar we proberen wel zoveel mogelijk natuurlijk zo goed mogelijk voor te bereiden. Dus wat informatie ook wel in te winnen. Maar goed. Maar uiteindelijk is het toch wel een tegenstander waarvan je zegt, we moeten door en ook na de winterstop zitten we in de beker. Nou, je moet zorgen dat je, dat roep ik altijd, al heel lang, je moet niet de verrassing worden. En dat kan zomaar gebeuren. Zelfs met grote clubs, dat gebeurt ook in grote landen. Dus wij moeten gewoon zorgen dat we heel geconcentreerd zijn. Maar ook, je moet ook heel graag door willen bekeren. Nou, als we dat in ons lijf hebben, ja, dan moet het goed komen.